Na jaren en eeuwen van omzwervingen vond het sprookje van de gelaarste kat een nieuw thuis. Het podium van het Efteling Theater. In 4 afleveringen zien we de musical groeien van idee tot voorstelling. En van verhaal tot betovering. Dus miauw, nooit meer iets anders. Je ziet het in de gelaarste kat, The Making Of. Vandaag is een heel bijzondere dag. Het is de dag waarop alle acteurs in het theater komen en het decor voor het eerst mogen bewonderen. Het begin van de montage. Goedemorgen en welkom in de artiestenfoyer van het Efteling Theater. Het enthousiasme wat we afgelopen vrijdag gevoeld hebben, gaan we hier voortzetten. Want afgelopen vrijdag knalde echt van ons als Efteling echt het repetitielokaal uit. En je ziet het zonnetje schijnt en we zijn in het Efteling Theater. Waar we de komende weken tot 2 oktober keihard gaan knokken naar die feestelijke première toe. Met de sprookjesmusical De Gelaarste Kat. Het is altijd toch een soort magisch als je dat theater binnenkomt. Want het komt altijd tot leven en het decor, nu nog het doorpassen van kostuums. Alles gaat toch ineens nog meer kloppen en je gaat alles ineens echt in een plaatje zien. Zoals jullie zien, dit is ongeveer het toneelbeeld, om maar zeggen, wat het publiek gaat krijgen als zij binnenkomen. Het is nog, qua decoratie is het nog niet helemaal af, maar we hebben eigenlijk de opkomst vanaf Kat op Zand. En we hebben de opkomst vanuit de kasteelkant. Of het Mavros is, of het Kasteel van de Koning, dat is aan iedere verbeelding, daar kunnen we, laten we zeggen, van alles nog mee doen. Loop een rondje, ga op ontdekking uit en zorg dat we, laten we zeggen, om 11 uur allemaal weer hier terug zijn, zodat Mark en Daan met de montage kunnen beginnen. Zeker toen we uit het Factorium konden in Tilburg, toen we echt hier naar het theater gingen, toen dacht ik, ja, we zijn er ook klaar voor. Weet je, we hadden echt die doorloop gedaan. Dat voelde zo goed en we hebben zoveel leuke reacties gehad van alle creatives en zo die kwamen kijken. Dat vond ik super bijzonder om te merken, dat ze echt zeiden, nou, jullie hebben zoiets leuks en iets moois al nu hier. We zijn nu begonnen met monteren en in de montage komt eigenlijk alles samen. Dus dan komt dat wat we in de studio hebben bedacht, dat gaan we vertalen eigenlijk naar het theater toe. En daar komt licht bij, daar komt een heel goed geluidssysteem bij met heel veel geluidseffecten. Daar komt decor natuurlijk bij, er komen kostuums bij, de requisieten die we al hadden. Kan je alles doen wat je moet doen? Ja, kan ik ook bijdansen nu? Doe eens even je dansje dan, wat je moet doen. Op de jas, zeg maar, dat... Ja, dat zegt hem wel. Ja, jas, top. Het zijn gewoon lange dagen. Continu moet je beschikbaar zijn om hup in te vliegen en een scène te gaan doen. En het kan soms heel lang duren, of omdat je op het licht moet wachten, of het decor is nog iets aan het fixen. Dat kost veel tijd en veel discipline. Wel leuk met een plukje haar, vind ik. Dus vanaf 25 centimeter. 2,5. Ja, laat ook niks uit. Ja, boven. Ja, dat is handig. Heb je de tijd daarvoor? Nee. Jij lijkt echt op zo'n van Mario, die paddenstoel. Ja, voor de bij. Nou, ik vind het leuk. Jammer dat ik geen hoed op krijg. Nou, af en toe een grapje tussendoor, dat is wel nodig, ja. Marcel die is daar heel goed in, dus die zorgt over een beetje lucht. En goed voor elkaar zorgen, ja. Dit kan ook nog zooi. Er hoort alleen niks meer. Ik hoor echt niks meer. Liefste Tessa, liefste Bas. Ben jij niet zingt vals? Liefste Tessa! Af en toe elkaar even masseren. Even
Ja, lekker op je bank gaan liggen in de kleedkamer. Dat wel, dat niet. Beetje zus, beetje zo. Oh, dat is toch raar. Of nou ja, dan gaan we echt die voorstelling neerzetten. Dan komt echt alles komt dan bij elkaar. En dan komt het echt op mij aan. Nou ja, wat ik dan heb, wat ik net zeg, is dat ik dan bang ben dat het misschien te veel eruit gaat zien als een soort betoveren. Wat het niet is. Ja. Dus, de eerste, de tweede. Klop, klop, klop. Hallo? Hallo? Nog een keer klop, klop, klop. Niet eerst whispers als nee. Reactie? Okay. Nee. En dan nog een keer, hallo? Wat moet je hier? Ja, dus dit wordt ietsje anders. Zullen we even gewoon zo doen? Ja. Hallo? Wat moet je hier? Ik ben Tim en ik wil iets vragen. Oké. Ik stop hem even. Goed, Laurian, jij was goed. Ja. Zo, dat is een flinke veer. Ja, het kan alle kanten op. Voor achter. Nee. Hij was zo, volgens mij. Meer zo. Ja. Ik ben al een tijdje bezig. Ik ben in 2000 afgestudeerd aan de Academie in Tilburg, Dansacademie. En musical theater heb ik daar gestudeerd. En ik ben sindsdien eigenlijk gewoon lekker aan het werk. Al 16 jaar inmiddels dus al. En dit is wel mijn eerste titelrol wat dat betreft. Ja, de Gelaarste Kat. Daar vind ik ook wel heel stoer. Daar ben ik wel heel trots op. Omdat je gewoon, je hebt best wel een lange aanloop. Want dit is natuurlijk wel uiteindelijk wat iedereen wil. Dat je een mooie grote rol mag spelen. En het gaat nu gebeuren, ja. Nou, vandaag hebben wij gemonteerd. Dat was de laatste dag montage voordat we de generale repetitie doen. Dat werd publiek en montage was nog om alle scènes aan elkaar te lassen. En voornamelijk hebben we gerepeteerd op de haastverkledingen. En die zitten er heel veel in. Zeker voor mij, want ik heb 3 rollen. En die komen, nou zeker 2, die komen constant terug. En dan moet ik heel veel wisselen. En dat wisselen, dat moet goed gaan. Want de generale repetitie staat op het punt van beginnen. En dan vanavond is eigenlijk voor ons als Eftelingers een hele belangrijke avond, want de Efteling-medewerker zelf die zit in de zaal. En ik kan jullie vertellen, degene die hier nog niet gespeeld heeft, dat is fantastisch publiek. Die klappen als ze denken, dat moeten we niet klappen, maar dan klappen ze toch. Als ze lachen, dan denk ik, doe maar niks leuks, maar dat is gewoon lekker. En jij en Mark, weet je nog, zo'n 1,5 jaar geleden, en toen zeiden wij van nou, en toen zei jij, wow, kan ik dat? Nou, ik spreek jou persoonlijk aan. Heel, heel, heel goed. En daar zijn we allemaal heel blij mee. Toen kwam het publiek binnen, ons eerste publiek vanavond. Omdat je in een repetitielokaal normaal zit, de 4 weken, en dan moet je grappen vertellen en niemand lacht er meer. Dus dan denk je, ja. Bij week 3 denk je, ja, het is vast niet leuk, want niemand lacht meer. Dus dan doe je iets van, nou ja, dit zal wel leuk zijn of niet, maar dat merk ik wel als er publiek bij is. En ze moesten heel erg lachen, dus dat is heel erg leuk. Dat bepaalt heel erg je spelen. Wat krijgen we nou? Als de koning naar je wuift, dan wuif je toch terug? Zeg, dat is een traditie, hoor! Als de koning naar je wuift, dan wuiven we terug! Dan krijg je zo'n gevoel wat zo'n show eigenlijk gaat doen, ook met de zaal. En dus voor ons acteurs ook heel belangrijk om te weten hoe je een grap moet plaatsen. Waar je moet inhouden, want ze lachen dus, en waar je weer door moet. Komt-ie. Nou ja, dan komt het vakmanschap naar boven. Dan moet je gaan timen met ze. Dus, en dat is het leukste wat er is. Ik ben choreograaf. En in vergelijking met andere jaren is daar minder met dans gedaan. En dit jaar zit er meer beweging en dans in. En vandaar dat ik er ben. Ik geef nooit een schouderklopje. Nee, ik hou het bij een kopje.
Ja, ik ben altijd vanuit de fysiek, omdat ik natuurlijk van een dansachtergrond heb. Dus ja, de kat is natuurlijk een hele fysieke persoon. Dus ik denk dat ik daar wel als acteur dan heel erg dat kan meenemen. Wat het wel kan versterken, de rol. Nou, ik heb in 2006 in Cats gespeeld. Alleen, ze wilden wel heel erg daarvan wegblijven hier met deze productie. Ik heb nu met Daan Wijnands, de choreograaf, heel gekeken naar wat is dan de fysiek van deze productie. Degene die wat minder een dansachtergrond heeft, die wordt vaak toch dan onzeker. Het is heel kwetsbaar. Terwijl als je het omdraait en ik kijk naar hem en ik probeer het sterkste uit hem te halen of uit haar te halen, dan zit het veel dichter bij de acteur en dan kunnen ze veel, veel meer accelereren en stralen. Het zit overal op haar, jou, gekruis, jij gewoon even zien. Ja, dat is wel het enige punt wat echt anders is voor mij, is dat ik echt moet gaan dansen. Ik heb hiervoor wel veel. Ik heb wel eens gedanst in musicals, maar ja, het kost bij mij gewoon allemaal iets meer tijd. Maar we hebben Daan, die echt alles uit je trekt. Dus die zegt ook tegen mij van, sorry, ik zou je nooit op het toneel zetten als het niet goed is. Dus believe me, als jij 100% die energie geeft, ben je echt wel een danser. Hatsie, ik kan niet anders, ben ik bang. Hatsie, ik kan niet anders dit moment. Want wat als je leven lang al geen... Het leuke is dat Sorry en ik, wij klikken heel erg. Vanaf het moment 1 dat we bij elkaar waren, hebben we gewoon wel een goede vibe, zeg maar, samen. We hebben al een aantal keren in het repetitieproces gehad dat we dan samen even de studio in moesten om gewoon te kijken van, god, dus kun jij dit spelen, dan kan ik misschien dat doen. En dan, we spreken heel erg mekaars taal en dat is heel leuk, vind ik. Want dat is denk ik ook wel weer terug te zien in het stuk ook. Bas, je hebt de afgelopen jaren als beste voor me gezorgd. Je bent knetterallergisch. Ah, zie. Gezondheid. Dank je. En toch heb je voor me gezorgd. Als dat geen toewijding is. Nou, ik denk dat Marcel en ik sowieso vanaf dag 1 met een soort klik hebben. En kunnen ontzettend lachen met elkaar de hele tijd. Hey, wat ga je doen? Pissen. De struiken in de voortuin zijn me namelijk nog net niet geel genoeg. En er zit wel een soort strijd zo naar elkaar. En dat is, ik denk wel dat dat ook wel meewerkt voor de rollen van Tim en Bas. En ja, we zoeken toch naar hele kleine dingetjes als een kattenpootje, wat een soort ding wordt van de twee mannen. Iets waar ik mee vooruit kan. Ja, iets voor in de toekomst bedoel ik. Maar nee, ik zit met jou. Ja, dat is toch jammer. Nee, het is heel gezellig hoor, maar... jammer! Dat is eigenlijk ook iets wat Mark heel erg bij ons neerlegt, van zoek daar maar naar. En dat is heel fijn, dat hij heel veel ruimte geeft om daar zelf naar te zoeken. Dus Marcel en ik zijn heel vaak zo van, oh, wat zullen we doen? Misschien dat eens proberen. En dan bieden we iets aan en dan is Mark of heel blij of hij vindt het vreselijk. En dan maakt hij de keuze en dat is heel fijn. Oh, wat was het leuk. Hè? Je was echt fantastisch. Het was eigenlijk alleen maar leuk. Fantastisch. Maar het gaat weer helemaal ja, maar anders. Dat is zo... Gaat het weer zo anders dan je eigen altijd ja. Verkeerd. Ja, man. Echt. Echt heel goed. Oh, het was echt leuk, hè? Ze waren helemaal zo mee. Enthousiast. Ja, te gek, hè? Amy. Ja? Goed gedaan. Dankjewel. Hoe was dankjewel. Het? Hoe vond je het? Heel leuk. Ging alles goed? Ja. Ja. Het was leuk, hè? Het was heel leuk. Ik was gewoon aan het genieten ook. Goed zo. En wat een dan moet je ook. Ja. Heerlijk. En hoe die keuzes uitpakken bij het echte publiek, dat zien we volgende week. In de week van de première.